Op 13 januari 1961 is de buurt van de Brusselse Wetstraat een versterkte vesting. In het parlement stemmen de Kamerleden over de wet voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, beter bekend als de eenheidswet. 4 weken lang al is er grimmig protest tegen de wet. Vrijwel elke dag zijn er betogingen. Vooral de Waalse socialisten wakkeren het ongenoegen aan. 10 miljard besparingen en evenveel nieuwe belastingen, dat pikken ze niet. Wie aan het werk blijft, krijgt problemen. Soms blijft het bij scheldwoorden en wat duwen en trekken. Als dat niet helpt, worden doorslaggevender argumenten gebruikt. De situatie is zo ernstig dat de koning vroeger dan verwacht terugkeert van zijn huwelijksreis. Premier Eyskens waarschuwt. De inzet is veel meer dan de herstelwet of de zogenaamde eenheidswet. Die op zichzelf reeds van levensbelang is voor ons land. Het gaat immers om niets minder dan om het bestaan en de werking van onze instellingen zelf. Bij botsingen tussen rijkswacht en stakers vallen 2 doden. Toch keurt de Kamer op 13 januari de eenheidswet goed. De stakingsgolf bloeddood.